hoe ver ga ik nu nog door? Met het risico dat er toch wat uitval blijft? Of zeg ik van ik stop en dan heeft hij in ieder geval nu nog al zijn functies nog? Soms weet ik het gewoon niet. Is het gezond hersenweefsel of is het tumor? Met deze nieuwe techniek zou het fantastisch zijn om het verschil beter te kunnen zien. Eigenlijk de directe aanleiding van dit onderzoek was dat Bas en ik met elkaar in gesprek raakten over ons onderzoek hier op het Erasmus MC. En we kwamen eigenlijk toen vrij snel tot de conclusie dat we elkaar wel eens zouden kunnen helpen. Dus mijn afbeeldingstechniek met zijn onderzoek naar het brein. Dus toen hebben we een week lang experimenten gedaan. Nou, en wat we toen zagen was fantastisch. Het brein lichtte op plekken die zij nog niet eens in kaart hadden gebracht. Dus we kregen vrij snel door van oké, hier moeten we nu volop inzetten. Nou, wat dus mooi is aan deze vinding, is dat er weliswaar tegenwoordig een heel aantal technieken zijn waarmee we naar de activiteit van de hersenen kunnen kijken. Maar geen van die technieken zijn optimaal. Zo kunnen we eigenlijk alleen maar naar hele kleine stukjes van de hersenen kijken, of meer naar enkel naar het oppervlakkige buitenkant. Helaas is het brein dusdanig complex dat er altijd heel veel processen zijn die zich afspelen diep in de hersenen, daar waar we juist niet kunnen kijken. Nou, toen wij onlangs samen met Pieter een ultrasoundproop op een muizenbrein plaatsen, toen zagen wij voor het eerst live een muizenbrein. Inclusief een functioneel signaal vergelijkbaar met functionele MRI. Alleen 1000 keer zo snel en 100 keer zo scherp. Nou, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. En het was mij ineens duidelijk dat deze techniek een hele grote techniek gaat worden binnen de neurowetenschappen. Met echografie, of eigenlijk ultrageluid, kunnen we ontzettend goed naar beweging kijken. Iedereen kent dat wel, de schoppende foetus in de baarmoeder, maar ook de bloedstroom van en naar de placenta toe. Nou, in het brein stroomt ook ontzettend veel bloed. En nu we met echografie dat kunnen afbeelden, kunnen we dus ook laten zien waar het brein aan denkt. Want als het brein ergens mee bezig is, dan moet er meer bloed naartoe. Dus als je dat kan afbeelden, dan kun je dus direct wat zeggen over waar het brein mee bezig is. Wat ik nou zo mooi vind aan dit project is dat het een samensmelting is van de verschillende wetenschapsgebieden. Zo hebben wij de techniek uit Delft, we hebben het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam als toepassingsgebied en het centrum in Rotterdam met de kennis over ultrasound, het brein en de kliniek. En gezamenlijk gaan we zij aan zij de hersenen beter leren begrijpen. Nou, binnen dit project gaan we zeg maar driedimensionale echografie ontwikkelen met een hoge framerate. Nou, daarvoor hebben we dus zeg maar elektronica nodig, gecombineerd met piezo-elementen, akoestische sensoren. Nou, die akoestische sensoren zijn kleiner dan een haar, dus 80 micrometer en kleiner. Dan moeten dus 15.000 op zo'n katheter gemonteerd worden. Nou, dat is een kunstje wat wij alleen maar in Delft kunnen. What is exciting about ultrasound is that with ultrasound we cannot only visualize brain activity, but we can also interact with brain activity. And in this way we have a tool to understand the functions of a particular brain region. We also have a tool for repristinate malfunctioning brain activity. For instance, in the case of epilepsy, what we could do is to anticipate the time of the seizure. And finally, again with ultrasound, we can activate the brain and stop the seizure to happen. CUBE staat voor Center of Ultrasound Brain Imaging at Erasmus MC. Dus een nieuw centrum hier in het Erasmus MC waar eigenlijk 3 deelgebieden samenkomen. Dus aan de ene kant hebben we techniek, echografie, waar we nieuwe plaatjes van de hersenen gaan maken. En de neurowetenschappen die zich vooral richten op het begrijpen van het brein en ziektes zoals Alzheimer en Parkinson bijvoorbeeld. En we hebben de kliniek, dus we willen neurochirurgen gaan helpen om de tumoren nog beter te verwijderen. En al deze 3 deelgebieden die komen samen in dit nieuwe centrum CUBE. Functional ultrasound imaging is a very computationally intensive technique. For instance, running a single neuroscience experiment on a regular desktop computer would normally take years. The CUBE cluster will hopefully allow us to reduce that amount of time in only a few seconds. Running the cluster locally at Erasmus MC is the way to deal with the enormous amount of data generated by the functional ultrasound technique. Wat we nu op kunnen gaan lossen is niet alleen hoe het in het normale brein werkt, dus hoe verschillende hersengebieden gaan samenwerken bij bijvoorbeeld het opwekken van bewegingen, maar ook wat gebeurt er nu als het brein ziek is, bijvoorbeeld bij autisme. We weten dat die gebieden niet goed samenwerken, maar hoe ze dan niet goed samenwerken,
Dat is volstrekt onduidelijk. En met deze nieuwe ultrasoundtechnologie kunnen we precies zien wanneer wat gebeurt tijdens die verstoring van het samenwerken. En dan, als we dat eenmaal weten, kunnen we het ook weer een mooie therapie gaan ontwikkelen om dat te behandelen. Ik denk als we de neurochirurg kunnen helpen om een beter beeld te geven van waar de tumor zit en waar het gezonde weefsel zit, zodat de neurochirurg nog beter de tumor kan verwijderen zonder schade aan te richten. Ja, dat zou toch fantastisch zijn.